Frans, je had het over pattern recognition. Hè? Oh ja. Ja, goed, dat zijn dus vragen die vanuit hier komen en zulke vragen tegen gewoon googelen. En toen herkende ik dat dat is ook een patroon voor mij, dat ik zulke soort vragen stel. En er is dus een onderscheid tussen verstandelijke vragen of een vraag die werkelijk in je hart brandt en dat moet je weten. Dat is iets heel anders. En dan de recognition, ja, dat is dan een van mijn patterns. Yes. Yes. Mooi. Dus daar kunnen we goed op letten. Ook in dit soort settings, maar in het algemeen, van wat betekent die vraag die je stelt? Wat is het nut daarvan? Intellectuele spelletjes, interessante doenerij, opvulling van leegte? Of is het werkelijk een vraag, weet je wel, die zo brandt dat als je die niet oplost, dat je net zo goed dood kan zijn? Dat is een iets andere context, zeg maar. Dus eet je ook nog iets? Ja, zeker. De rest van de wereld werd stil. Leuke weetjes of a life's necessity, zeg maar. Ik kan niet verder als ik dit niet zie of oplos of begrijp, of hoe je het zeggen wil. Als je helemaal echt in dat proces zit, dan is het een opeenvolging van dat soort dingen. Iets wordt uit de weg geruimd en dat kost meestal bloed, zweet en tranen. En dan is het even oké. En dan komt de volgende. Zo gaat het. Dus. En iets weten is eigenlijk alleen waar als het totaal doorleefd is. Niet als je de woorden in de juiste volgorde in je hoofd hebt gezet. Dan is het denken bevredigd. Hoe zit dit? Het zit zo en zo. Oké. Maar je weet het niet. Je hebt de woorden begrepen. It's not the same. Dus echt weten met een hoofdletter is van je hele hebben en houden. Dat zit. Dat verandert iets, bij wijze van spreken, in je DNA. Dat hoef je ook nooit te onthouden. Of te onderhouden of iets dergelijks. Het is gewoon crystal clear. Now you know. First you didn't. En dat heeft dus niks met informatie te maken eigenlijk. Je kunt alle informatie over bijvoorbeeld verlichting verzamelen die je maar kan vinden. Maar dan weet je nog steeds niet wat het is. Terwijl één blikseminslag en dan weet je dat al die informatie nutteloos is. Dat was leuk voor je mind. Maar je hebt er niks aan. Het is leuk om met elkaar erover te hebben. Nou, die zei dit en die zei dat. Oh, ja, fascinerend. Het is toch wel een beginpunt. Ja, maar meestal stopt het daar. Dus uiteraard moet het ergens beginnen, maar eigenlijk is helemaal niet relevant wat verlichting is. Maar is het zo, ja dan nee, dat er een brandende vraag in je bezig is? Is er een neiging om te willen weten wat er in hemelsnaam nou eigenlijk aan de hand is? Daar komt het eigenlijk op neer.
Dus laten we ons sussen door de verhaaltjes van papa en mama en de vrienden en de familie en school en het nieuws. Of zit er zoiets van, wacht even, weg daarmee. Ik wil zelf kijken, waar is het nou eigenlijk? Wat is leven? Wat is echt? Wat is waar? Wat is nou eigenlijk van belang? What the fuck is going on, zou ik maar zeggen. En dat is niet een erg spirituele uitdrukking. Die hoor je ook zelden, maar daar komt het wel op neer. Dus de waarheidszoeker, die leeft vanuit, what the fuck is going on? En verkoop me geen bullshit. Weet je wel, ik zoek niet iets om te sussen of gerustgesteld te worden of een baantje te vinden of weet ik veel, gewaardeerd te worden. Ik wil weten hoe het zit. Dat is iets heel anders. Dat geeft meestal rommel. Een revolutie, want daar gaat het eigenlijk over, is meestal niet gezellig. God bless you. God bless you. Dus vandaar dat ik die stomme vergelijking wel eens gebruikte van je kunt van alles doen om je cel op te leuken. Of je zoekt zo snel mogelijk een sloophamer en als je die niet kan vinden, gebruik je je hoofd en je rampt je naar buiten. Dat is een aardig beeld. Dat laatste is niet waar de meeste spirituele lui mee bezig zijn. Ik zie weinig bulten, bloed, gebroken vingers en dat soort zaken. Nee, ze zitten binnen gewoon, ja, weet ik veel, hangen een leuke jantra op of iets dergelijks. Timmer een boekenkastje van gecertificeerd hout. Schilder het paars en goud. Zet er een paar leuke boeken in, vol wijsheden. Borduur wat spruiken aan de muur. En dan gaat het wel weer. En dat kan en dat mag, hè. Dus niks tegen. En het ziet er vreselijk uit. Er is nog niet echt heel veel enthousiasme. Nou, ik merk dat ik zoekende ben en ook niet zo goed weet hoe woorden te geven aan de vragen of de nou, dat wat in mij leeft. Want ik merk juist dat ik zo blij ben dat ik de laatste maanden uit het denken kom en daar heel veel ontspanning en dat waar, maar ik kom ook in een enorme. Het is niet nihilisme, dat heb ik vaker genoemd, maar het is ook ergens een soort brei waarin ik juist niet in die positieve beweging kom die ik jou zo hoor benoemen vandaag. Het is een negatieve beweging, ja. Voor de goede orde. Het is bijna gelijk aan haat. Ja, maar het is net alsof je benoemt dat er een vibe is van onderzoek moeten doen. Ja, dat is zeker zo. En ik kom ook ergens terecht in niet er is wat er is als dooddoener, maar wel er is en daar zit een soort gelaatheid aan. En misschien moet ik dat stuk ook nog wel heel erg verkennen, omdat ik juist altijd in die hele harde werkstand heb gestaan. Maar ik kom dus juist in iets terecht waarin ik de hele boel de boel laat. Ja, goed. Dat is een andere vorm van coma. Dus dat hele harde werken ergens voor, wat iets anders is dan moeten onderzoeken voor de goede orde, en dan probeer je het met het intellect te doen, dat gaat niet, want het moet dieper. Maar dit is ook weer een trucje om te voorkomen dat je van je plek komt. En nou is het een gevoelstruc. Maar jij zegt dat blijft een truc. Dat is wat mij puzzelt. Dit is een truc. En het zorgt dat er genoeg energie is om te leven. Of te overleven, zou ik maar zeggen. Maar daar zit geen beweging in. Nou ja, als ik dan in beweging kom, dan zie ik mezelf ook wel weer de dingen gewoon doen die ik doe. Maar er zit ook een soort lethargie in. Ja, dat bedoel ik. En dat is dus een coma aspect. Ja. Dat is een poging om te voorkomen dat je van je plek komt. Dat je alles uit de weg ruimt.
Nou, daar word ik me dit weekend weer bewust van, want ik gaf daar inderdaad toch een soort positieve mindset aan. Tuurlijk. Daar trapte ik me ook op. Dat, daarom begeer en ik word ook gekieteld wel weer door je uitspraken. Dus daarom begeer ik ook over, want als je het totaal had vertrouwd, dan was je er niet over begonnen. Ja. Dus ergens heb je al zoiets van, dit kan het niet zijn. Want het is te vlak, weet je wel. Het is geen, weer een extreem voorbeeld, het is geen vuurzee. Nou ja, ik heb wel het gevoel dat ik er ergens gewoon alleen maar nog dieper met mezelf indraai, totdat er weer iets anders moet, gaat komen. Yes. Maar de vraag is, weet je wel, van, en dat geldt eigenlijk voor ieder van ons, dit is je leven. En misschien heb je nog een week. Hoe wil je die doorbrengen? De boel gezellig houden en comfortabel. Maar wat doen we ermee? Of gaan we al onze energie een keer mobiliseren om uit te zoeken waar het nou in godsnaam over gaat? Wat zijn we aan het doen eigenlijk? En Krishnamurti die riep het al eens, van jullie denken dat je 300 jaar hebt. But the house is burning now. En wat doen we, weet je wel? We proberen allerlei manieren te zoeken om redelijk ontspannen en comfortabel in een brandend huis te wonen. Ik vind het een raar verhaal. Maar waar begin je dan? Nu! Met je ernstig af te vragen of wat je leven noemt leven is. Of dat het een soort slaapwandelfeestje is. Als je durft te kijken met enig kritisch vermogen naar jezelf, wat ik in ieder geval zag was, ik probeerde de godsganse dag de kool en de geit te sparen, niet te veel op te vallen, niet te veel af te wijken, en min of meer te doen wat de rest van de morons ook doet. Want anders dan zouden ze me wel eens kunnen afkeuren of verbannen of iets dergelijks. Dus gewoon maar een beetje meedoen, het gezellig houden, niet te veel risico lopen, niet te grote mond hebben. Weet je wel, ook niet de kleine mond, gewoon alles. Weet je wel, alles op de spaarstand. Uitkijken. Get me through the day. And then a week, and then a year. En zo pruts je, als je niet oppast, tot je 80ste door. Nou, dan heb je het netjes gedaan en Rutte zal blij zijn, want je bent een normale burger. Dat is ook het levensdoel, om een normale burger te zijn, weet je wel. Jesus fucking Christ. En dan zijn er af en toe van die momenten dat je je werkelijk helemaal levend voelt. Als je die gaat optellen, als je niet oppast, dan kom je als je 80 bent aan ongeveer 3,5 dag dat je echt geleefd hebt. Nou, laten we het ruim nemen, 3 weken vooruit. Ik ben er nog gulle bij. En de rest heb je doorgesudderd. Risicoloos. En al die dingen die van binnen schreeuwen, want er woont in ieder geval van ons zo'n little motherfucker. En die wil gewoon vrij zijn en die houdt niet van concessies doen. En van al die spelletjes enzovoorts, weet je wel. Dat schreeuwt daar binnen, maar daar luisteren we niet naar. We luisteren naar die angsthaas. Ja, maar kijk uit. Nee, dat moet je niet doen, want dan kan je je relatie, baantje, gezondheid, weet ik veel wat kosten. Ja. Dan zitten we met allerlei prettige relaties relatief gezond in een cel. Dan ben ik liever een arm kwijt. En dan ben ik maar alleen desnoods, wat trouwens reuze meevalt. Want die angsten die zijn allemaal onwaar. Ik dacht ook dat als ik gewoon ga zeggen waar ik zie en voel, dan raak ik iedereen kwijt. Mensen komen naar me toe en ze betalen er ook nog voor. Dat had ik echt niet kunnen bedenken. En ik ben niet eens aardig. Je hebt ook lui die weten dit. Maar die zijn vriendelijke lui. Ze zijn gewoon prettig in de omgang en zo. Dus dat, zo kun je beginnen. Door je eens gewoon af te vragen. Voor mij heb ik het met een vel papier erbij. Hoe zou ik nou eigenlijk willen leven? En dan kun je er eigenlijk 2 pakken. De ene, dan schrijf je op hoe je leeft. Voorzichtig. Voldoende verzekeringen.
proberen geen ruzie met de buren en de familie te krijgen. Dus de hele tijd conflicten vermijden. Dat is hoe je leeft, zeg maar, even zwart werd. En er is iets anders, iets daarbinnen. Als je goed luistert, dan kun je hem horen. Die wou iets heel anders. Maar die heb je geofferd. Ja, dat mag. Ik denk dat ik al 20 jaar ongeveer aan mezelf de vraag stel, wie ben ik en wat wil ik? Maar het blijft daarbij. Ja, omdat het hier is. Ja. Je kunt voelen wat je wil. En dat gaat niet over een ambitie, maar gewoon in het moment. Okay. Right now. Hans, wil je zuurkool? Nee. Ik noem maar wat. Ga je mee naar Nick Cave concert? Nee. En er zou ook een keer een ja kunnen komen. Maar Hans, wil je met rust gelaten worden? Ja, bijvoorbeeld. Maar ik heb van de voormiddag wel heel goed gevoeld. En het is al een beetje bezig, een tijdje bezig. Zo van, dat er inderdaad iets is dat zo... Ja, zeker. En die proberen we eronder te houden. Mm. Want als die aan het stuur gaat zitten, weten we donders goed, dan gaat er een heleboel veranderen. Mm. En die heb je niet onder controle, want die is een beetje... Die doet niet aan normen en waarden en zo. Die doet aan echt of niet echt. Stuk spannend hoor. En je weet het donders goed, want je moet iedere keer moeite doen om hem eronder te houden. Meer en ja, sure. En iedere keer eigenlijk, van, dan komt er een impuls en dan doen we dit. Om de kolen en de geit te sparen, om het gezellig te houden, om geen risico te lopen. En iedere keer duw je in feite dat stukje wat authentiek en echt is, een beetje verder de modder in. En inderdaad, dan kom je de dag door en dan gebeuren er niet te vreselijke dingen, totdat ze dat toch doen. Want ellende zullen we vroeg of laat allemaal meemaken, maar dan wordt het in ieder geval niet daardoor veroorzaakt. Dan is het van buitenaf, kunnen we dan zeggen. Maar die little troublemaker, die heeft eigenlijk het beste met je voor, want die wil gewoon iedere seconde echt zijn. Niet alleen maar af en toe als het geen kwaad kan. En eigenlijk heb je maar 1 seconde nodig om iets radicaals in gang te zetten. Gewoon precies de seconde die je hebt om exact te zijn zoals je feitelijk bent voordat je al die verhullingen bedacht hebt. Iedere seconde is de mogelijkheid van dat vlammetje die hooiberg aansteekt. En eigenlijk hoef je dat niet eens te doen, je moet gewoon stoppen met het te voorkomen. Stoppen met voorkomen dat die hele berg leugens in de fik vliegt. Want dat is eigenlijk wat we de hele tijd doen. Dit moet ik niet laten zien, dit kan ik beter niet zeggen. De hele tijd voorkomen dat de boel de hens in gaat. Nou, als je daarmee ophoudt, dan it will burn. En dan roept het ego van ja, maar dat zou je dus inderdaad wel eens je gezondheid, je geld, je relaties kunnen kosten. Ja, dat klopt. Ik heb ook nooit gezegd dat dat niet zo is. Zeker. Het hoeft niet, maar het risico zit erin. Things will change. En daar houden wij niet van. Hans, zou je kunnen zeggen dat als je...
Ik heb het idee, zeg maar, dat gewoon verblijven in ik ben een shortcut is, zeg maar. Dus, hè, dus dat dat het handigste is om te doen. Als dat niet lukt, dat je dan gaat onderzoeken. Ja, het is misschien ook al een SM gebeuren. Ja, lijkt me wel. Want als je gewoon werkelijk bent als zijn, ja, of verblijft in ik ben, dan is het observeren aan. Ja. En dan kun je heel gemakkelijk zien wat in een context waar is of echt en wat niet. En dat observerende, dat heeft een grote voorkeur voor wat waar en echt is. Niet voor wat gepast is. Het is geen politicus. Ego is wel een politicus. Die schat de hele tijd in wat wel en niet kan en welke deeltjes er te maken zijn. Dat wat echt en waar is aan ons, doet het niet aan deeltjes. Het is ook niet per se vijandig of lomp, maar het is echt. En het gaat niet opzij. Nee, weet je, ik vraag het omdat het het idee heb, als ik gewoon terugga, zeg maar, dan komt er gewoon een soort andere modus, yes, een andere toestand. Maar dat onderzoeken, dat voelt ook voor mij heel vaak als een, als de escape, zeg maar. Soms niet, dan, maar dan, dat herken ik dan wel. Mm-hmm. Dus dan denk ik, oh, daar gaan we weer, heel erg onderzoeken, psychologiseren. Ja, maar daar is het niet. Dus daar kun je zien van of die activiteit een geestelijk bezighouden is of een werkelijk onderzoek. Je kunt alleen echt iets onderzoeken als je het moet. Dus dat is niet iets wat je doet, het is geen bezigheid. Op een gegeven moment zie je gewoon iets en je moet gewoon weten wat dat is en hoe het zit. Dat is iets anders dan, ik vind het wel leuk om eens hier of daar over na te denken. Dat is gewoon bezigheid. Dat is gewoon in feite dan wegbewegen bij I am. Het opvullen. Ja, en het is in feite er vanaf willen komen. Ja, yeah, sure. En dat geestelijk bezig zijn op die manier helpt ook heel erg om niet je feitelijke situatie te hoeven voelen. Die tamelijk precair is. Wat is dat, precair? Ja. Gevaarlijk. Slecht. Laat ik maar zo zeggen. De situatie is ronduit beroerd eigenlijk. Van de meeste mensen. Ja. Nou, dat kunnen we voorkomen te voelen door bezig te zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld me eens ernstig gaan afvragen, wat is mijn situatie nou eigenlijk? En dat gewoon eens naakt onder ogen komen, zou een enorme boost kunnen geven aan dat zelfonderzoek. Van wat moet ik de hele dag allemaal in de lucht houden en waarvoor eigenlijk? Niet alleen maar om wat te eten te hebben, want zoveel calorieën hebben we niet nodig. Dat kost niet veel. Weet je wel, dus waar gaat het allemaal over eigenlijk? Weet ik echt wat ik aan het doen ben? Ik denk dat de meesten van ons geen idee hebben, we doen maar wat. Nou, een enkele idioot die gaat zich wel afvragen van waar ben ik nou eigenlijk in godsnaam mee bezig? En hoe kom ik erbij dat wat ik allemaal aan het doen ben, dat dat echt is wat ik wil? Doe ik dat nou echt omdat dat een pure, zuivere opwelling was? Of zie ik gewoon, kijk ik ineens om me heen en denk, Jezus man, ik lijk wel een kloon van mijn ouders. Die deed dat ook. Dezelfde shit, dezelfde hobby's, dezelfde, min of meer dezelfde mindset. Min of meer dezelfde filosofietjes. Net zo min onderzocht en ja, het is oké, want ze waarderen me nu ook. Want ik heb ook een auto en ga ook op vakantie. Ik heb ook een iPad. Goed bezig. Ben ik daarvoor gegaan? Heb ik daar gekozen? Wilde ik daar echt? Of ben ik gewoon in een of andere mal geduwd? Maar sta van mij bij eigenlijk? De hele tijd hebben we het over mij, mij, mij. Maar wat zit er eigenlijk van jou bij dan? Toon me die originele gedachte. Die authentieke wens. Die je niet uit de krant hebt of van horen zeggen. Weet je wel, wat is er van jezelf bij? Dat zijn interessante vragen. Als je de boel een beetje wil verontrusten tenminste.
En anders, als je de boel een beetje wil opschudden, ga precies daarop af waar je normaal bij uit de buurt blijft. Draai het radicaal om. Dus ook dat is veel meer een ophouden dan een doen. Gewoon ophouden met dingen te vermijden. Angst? Mooi. Come on. Rop af. Het gevoel krijgen dat je iemand eens even iets moet zeggen. Aanpakken. Meteen. Niet volgende week. Niet over nadenken. Ongezouten. Kijken wat er gebeurt. See what happens. Dat gaat vaak mis in het begin, maar aldoende leert men. Gewoon de boel omdraaien. Dat wil heel vaak helpen. Want je hebt dikke kans dat die ego-figuur die je gecreëerd hebt, en waar je, wie je denkt te zijn, dat dat ongeveer het tegendeel is van wat je echt bent. Dus als je die een beetje doorhebt, wat die wil en doet, dan weet je precies dat je naar de overkant moet kijken en daar zit de echte. Niet een iemand, maar echte energie, echte leven. Bevreesd, onbevreesd, bijvoorbeeld. Leugenaar, geen leugenaar. U zegt zeggen wat je te zeggen hebt. Ja. Ik ben al maanden een gevecht aan het leveren om tegen mijn moeder van 93 jaar nog iets te zeggen. En ik kom uit een groot gezin en ik heb heel de groep tegen mij. Als ik nog maar het idee in de groep geopperd heb om te zeggen, nog niet eens gezegd dat ik het ga zeggen. En het is een enorme strijd en ik raak er niet uit van, zeg ik het daar nu of zeg ik het daar niet, vraag ik het daar of vraag ik het daar niet. Ja, daar hebben we het weer, hè. Uitstel. En zo ben je dus al maanden dat gesprek aan het voeren, in plaats van het gewoon te zeggen en te kijken wat er gebeurt. Yes. Zoiets van, kan ik haar dan nog wel aandoen? Ja, tuurlijk. Ik begrijp het allemaal wel. Mijn neiging is gewoon om het te zeggen en dan zie ik wat er gebeurt. En dan kan het ook nog zijn, want gaan zeggen hoe het voor jou is, wil niet zeggen dat je gelijk hebt. Dus het kan ook nog uit het gesprek blijken dat je gewoon een misvatting had. Nou, dan zeg je dankjewel, want dan heb je iets geleerd. Maar het in gaan houden en dus zo lang erover nadenken totdat je een of andere veilige modus hebt gevonden om het toch te doen of maar te laten, is gewoon een waste of energy. Ja. En dat is precies wat je de hele tijd al doet. Uitstellen, vermijden, indekken, op safe spelen. En dat kan, dan kun je nogmaals, dan kun je 80 mee worden op safe spelen, maar je kunt er nooit echt van worden. Laat staan vrij. En dan, dit soort dingen zijn echt super grappig. Want dan denken we van, ja nee, ik weet niet of ik haar dat aan kan doen. Maar het hele feestje gaat niet over haar. Jij bent verontrust. Zij weet nergens iets van. Dus het gaat helemaal niet over haar. Jij hebt een ongemakkelijk gevoel erbij. En je hebt allerlei invullingen. Dus je bent de hele tijd met jezelf bezig. Je bent niet eens met je moeder bezig. Snap je wat ik zeg? Ja. Ja, goed. It's always about me. Ik heb wel eens dingen gezegd tegen mensen, waarvan je dan zou denken binnen de normale sociale context, dat wordt een gigantische puinhoop. Vaker wel dan niet, was het dankjewel en tof. Ook omdat je na een tijdje niet meteen leert dat je eigenlijk alles tegen iedereen kan zeggen. En dat je ook een beetje begint te voelen hoe je dingen kunt zeggen. Ik zeg hier ook vrij veel dingen. Er is nog niemand jankend weggelopen. Nou, zo begon dat ooit in mijn privéleven. Dat ik af en toe wat dingen ging zeggen. En dan groeit dat uit tot een of andere gebeuren. Maar sommigen konden er niet tegen en anderen wel. En er kwamen steeds meer mensen juist naar me toe. Want die hadden zoiets van, die gast die ligt niet tegen me. Als die nee zegt, is het nee. En als die ja zegt, is het ja. Weet je wel? Oké, cool.
Dus het stomste eigenlijk wat we kunnen doen in dat soort dingen, als ik voel dat ik iets moet zeggen bijvoorbeeld tegen iemand, is erover na gaan denken. Het signaal zei, spreek. Het zei niet, denk er 3 maanden over na. Het zei, spreek. En het is altijd vrij erg in de tegenwoordige tijd, like now. En wie weet wat je die ander, jouw moeder, die niet lang meer heeft, van 93, wat voor kans je die misschien ontneemt. Wie weet wat er door gebeurt, je hebt geen idee. Want we vullen wel allemaal in, en meestal langs de negatieve kant van oei oei oei. But what the fuck do we know? Kan ook een bevrediging. Ja, yeah, you never know. You never know. En nog iets erbij, van je kunt iets tegen iemand zeggen en die kan dan nog op een bepaalde manier reageren. Maar je weet niet wat daar binnen feitelijk gebeurt. Zelfs als iemand voor jouw gevoel in alle eerlijkheid je vertelt wat zijn of haar beleving is, kan het heel anders zijn in werkelijkheid. Want de meeste mensen, onthoud dat, zijn leugenaars. En de meeste zijn onbewuste leugenaars. Hè? They're not evil, ze hebben het niet eens in de gaten. Dus je moet je ook nooit, wil ik daarmee zeggen, te veel van aantrekken wat iemand teruggeeft. Die kan doen alsof hij er blij mee is, of doen alsof hij er boos over is, of gekwetst. Maar je weet niet wat er daardoor gebeurt. Er zijn een hele hoop dingen, godzijdank, tegen mij gezegd in mijn verleden, die ik op dat moment niet zo leuk vond, maar die heel belangrijk bleken. Want anders was ik niet gaan kijken. Je hebt ook af en toe, dan weet je zelf ook wel, confrontatie nodig, en een keer een draai om je oren. Want we zijn vrij traag. En we zijn geen van allen in staat alle onze eigen blinde vlekken te zien. Daar hebben we anderen bij nodig. Maar als jij je niet laat zien, als je je de hele tijd verstopt, wat moeten ze dan zeggen? Het is niks. Het is een verdedigingssysteem. Verder is er niks. En of er iemand achter zit, I doubt it. Dus weg die defensie en gewoon kijk wat er gebeurt. Just say it. En zeg er desnoods bij, want dan ben je gewoon eerlijk. Maar ik vind het spannend om dit te gaan zeggen. Maar ik moet het toch zeggen. Shut the fuck up now, ma. Hear me out. Ik had op een gegeven moment zo'n dingetje met mijn moeder. En jaren geleden al, op de horizon en het centrum wat ik had, een of ander gebeuren. En zij zou meedoen aan een week. En de bedoeling was dat het daar stil was, behalve tijdens eten en satsang. En ze zat gewoon constant te ratelen mee. Dat is hartstikke gezellig mens, hoor, daar gaat het niet over. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen haar van, maar het is tof dat je hier bent. Maar er is een context. Dus shut the fuck up. En anders breng ik je naar huis. Nu. En even zag je er zo schrikken en toen kwam er zo'n grijns op haar gezicht en toen zei ze, ja, nou ben je een man. Het was klaar, ik heb ook nooit meer gesodemiet met haar gehad of wat dan ook, maar ik had haar ook gewoon naar huis gebracht. I don't give a shit, weet je wel, van, that's okay. Ja, dat vind ik mooi, dat is onverwacht. Dus ja, wist ik dat ook weer. Als ik zeg maar onderzoeken, dan zou ik bijvoorbeeld, als ik in contact ben met andere mensen, dan zet ik altijd een heleboel tandjes bij. Ja. Is dat iets om te gaan onderzoeken? Nee, om te laten. Ja, om te laten. Ja, stop het. Je hoeft geen showtje op te voeren. En je hoeft je best helemaal niet te doen. Zo beroerd ben je niet. Zelfs als je aanklikt, dan denk je, nou, die moet een beetje kunnen en dan moet een beetje elkaar open. Het is allemaal nep eigenlijk. Een beetje wel, hè? Ja. Ja. Maar je denkt er wel een beetje na dat het nep is, maar ik denk wel. Ja, nou, hou er eens mee op en kijk wat er gebeurt. Als we iets willen onderzoeken, dus nogmaals niet alleen maar hier, maar gewoon
verander eens wat dingen. Hou eens op met je voorkeursstrategietjes en kijk wat er gebeurt. Want je kunt er gif op innemen als jij bepaalde trucjes of maniertjes achterwege gaat laten, dat er andere dingen gaan gebeuren. Dan leer je vanzelf iets. Niet per se. Dus het meest effectieve wat dat aan gaat, is gewoon de dingen die je herkent als nep, gewoon te laten vallen. Want een vraag die je wel kan stellen is, wil ik nep zijn? Dat is een vraag, goede vraag voor iedereen. Ben ik echt of ben ik nep? En wil ik nep zijn dan? Nou, als ik constateer dat ik niet nep wil zijn, waarom nep ik de boel de hele tijd dan? Dat is een raar verhaal. Als je besluit van ja, ik wil liever nep zijn, top. Door naar de feestartikelwinkeltje, zet nog een masker erbij op, weet je, koop nog een pruik. What do I care? Ga je gang. Mag gerust. Maar als je echt wil zijn, nep dan niet. Minder behoefte aan om zo samen te komen met een avondje vriendin om te babbelen over dat meestal iedereen's problemen zijn. Dat komt meestal wat meer. Ja, dat je zin erin. Je zegt van, ga dat dan toch op af? Nee, dan ga je dus wel duidelijk zeggen, ik heb er geen zin in, ik doe niet meer mee. Anders kom je toch net, anders zou dat toch echt net zijn. Ja, precies. Ja. Dus dit gaat er eigenlijk om, address your fears. Ja. Dus ik geloof dat ik het van het weekend al een keer zei, de zogenaamde schat, die heb je precies daar begraven waar je het minst graag naartoe gaat. Dus wil je die vinden, dan moet je omdraaien en er wel naartoe gaan. That's it. En gewoon de dingen te adresseren exact zoals ze zijn. Zonder verhullingen, strategieën, weet ik veel wat. Gewoon straight as it is. Dat is interessant. En bijvoorbeeld zou ik me kunnen voorstellen, ik heb geen vriendinnen, maar... Dat ik zou zeggen, van waarom betekent een avond ergens over praten altijd het uitwisselen van problemen? Weten jullie niks beters te vertellen? Vertel me nou eens iets, zou ik me kunnen voorstellen, wat niet op een aanname is gebaseerd. Kopje thee erbij. Of iets wat je echt interesseert. Of een echte fundamentele angst die je de hele tijd omzeilt, zullen we het daarover hebben? Dan kan ik me voorstellen dat ik meedoe. Maar als het alleen maar is, ik ben hier geweest, ik ben daar en dit is gebeurd, dat is gebeurd. En daarna op vakantie weer de foto's zien, nee. I really don't give a shit. Hoe je je leven opvult. Maar echt contact, ja. Dat vind ik wel leuk. Maar dan moeten we allebei open en kwetsbaar durven zijn en eerlijk kunnen zijn. En anders is het gewoon een maskerade, ik heb er geen behoefte aan. Dan ben ik liever alleen, want dan kan ik van ongestoord van die compleetheid genieten die de hele tijd overal aan het ronddenderen is. En die veel interessanter is dan mijn of het gebabbel van iemand anders. Die stilte is echt 100 keer cooler. En anders, als ik zin heb in beweging, Netflix... TV kijken is geweldig, want het vraagt niks van je. Dus je hoeft er niet iets van te vinden, je hoeft er niet op te reageren, je hoeft er niet mee te praten. Dat vind ik ook van honden zo cool, die praten ook niet. Dus dan kun je gerust iets tegen zeggen, maar we kijken over het zo een keer en je ziet hem denken, ja, maar ik heb een bot. En veel groter zijn de problemen niet, weet je wel. Dat is briljant. Ja, Netflix en honden. Fantastisch.
Krishnamurti was ook alleen maar detective. Ja, dat is heel verstandig van die goede man. Ja. Als hij niet stopt, dan zal het uitzoeken. Ja. Dus, wie, wat, waarom? Waar ik nu kom, is bij waar ik gisteren mee kwam, van dat spel, weet je, wat ze gaan het uitspelen. Dus in dat snap en dat dan vergoeilijken wat er gebeurt en dan maar niet dit doen. Ik kan niet eens vertellen tegen je, ik zie het gewoon dat het heel subtiel gebeurt. Goed. En daar gaat het in slaapvallen dan weer gebeuren, want dan vergoeil ik het, ik of zo, niet eens heel bewust, maar er gebeurt dan gewoon een soort van. Totdat jij als je dat toe staat dus, hè? Ja. Ja, als je dat toestaat. Ja, tuurlijk. Ja, zo onbewust is het niet, bedoel ik. Ik gebruikte de term gisteren, geloof ik, willfully blind. Ja. We zien het ons doen, we doen gewoon dit. En als je daarmee ophoudt, dan is alles in beeld. Dan weten we nog niet misschien gelijk wat het juiste is, maar we weten wel donders goed wat het onjuiste is. Dat is cruciaal. Wat is het niet? Weg. Stand your ground. Ja, dat gaat over die angst. Ja, uiteraard. Altijd. Dat is een hele belangrijke, want dat is alles waarom je vermijdt, uitstelt, controleert. Er is altijd maar één ding, angst. Dus dat is vrij simpel. Nou, de enige manier om door angst heen te komen is door erop af te gaan. Ja, en het hele toneel wat dan gelijk verschijnt voor mij, dat is dan mijn werk vooral waar dit gebeurt. Weet je, ik durf gewoon niet echt te zijn daar. Ja. En dan zit ik toch, dat zeg ik nu gewoon hardop, ziend dat het niet is wat ik wil, maar op een bepaalde manier dus wel, want ik doe het. En ik vind dus, ik walg er ook van. Ja, goed zo. Hoe meer walging, hoe beter. Dus de meeste spirituele leraren, die proberen je te vertellen dat je oké bent en dat je als je deze of die meditatie toevoegt, dat het dan wel prettiger is. Hier gaat het over dat je moet gaan walgen van je eigen namaak. Ja, het gewoon voelen. Ja, natuurlijk, want dat voel je ook. Hoe houden wij dat gevoel in stand van ik deug niet en ik ben fake door dit dag in dag uit toe te geven aan ik durf niet? Met het rare idee erbij van ik durf niet, want het is te eng. De angst heeft je al. Ja. Maar je hoeft niet zo te blijven. Nee, maar ik denk dat ik dan bewijzen heb voor die angst. Want dan heb ik al een paar keer een aanvaring gehad de laatste week op mijn werk. En dat ik kwaad weggelopen, noem maar op. Ja, dat vinden ze niet echt leuk. Nee, maar wacht dus dan even. Dan moet ik misschien maar eens gaan nadenken of ik nog wel in die organisatie pas. Ja, uiteraard, dat kan een gevolg zijn. Ja, nee, dat komt in mezelf ook op. Maar daar komt ook gelijk aan van fuck geen baan, weet je. Ja, I know. I know, dat heet angst. Ja, dat weet ik. En terwijl ik het denk, rot allemaal gewoon op, weet je wel. Met dat gezeik gewoon. Yes. Well, there you go. Dat is eerlijk. En het punt is voor mij wat heel belangrijk is, als je je context duidelijk hebt, dan worden dingen heel anders. Is mijn context, ik wil mijn baantje houden, dan is dat de dwingende factor. Ja. Is de context, nee, ik wil gaan ontdekken wat echt en eerlijk zijn is, of de context is, nee, I want total awakening, dan is een baantje gelijk niet meer belangrijk, snap je? Ja, nee, ik klopt. En dat is dus niet dat ik tegen werk ben, daar gaat het niet over. Maar het gaat dan om radicale eerlijkheid. En niet of het mijn baan goed doet, of mijn carrière goed doet of niet. Of mijn relaties, of mijn gezondheid, of weet ik veel, mijn carbon footprint. Alles duwt me al richting van word nou eens een keer gewoon eerlijk, weet je wel. Yes, en de hele tijd, en dat geldt voor ons allemaal. En hoe slaap ik, hoeveel wrijving of hoeveel moet er gebeuren dat ik gewoon echt, dat is toch een gek iets. Ach. Ja, ik ben het met je eens. Het signaal is al 100 keer voorbij gekomen, maar al veel vaker.
Yes. En ik ben op dit pad omdat ik echt wil, weet je. Ik wil met die onderste steen boven hebben. Dat is, good. Dat is de motivatie. Dus hoe kan ik mezelf dit nou verkopen? Dus dat voel ik ook wel. En toch, Hans, die angst, het is gewoon als... Nou ja, daar heb ik gisteren over gehad. Die angst lijkt toch erger of zo. Ja, afwijzing. En je hebt kans dat die nog erger wordt. Als je ermee gaat lopen kloten, en dus de uitnodiging is eigenlijk om dat te doen, dan kan die aanvankelijk erger worden of lijken te zijn. Ja. Ook omdat je bewuster wordt. Want waarom merken de meeste mensen niet dat ze in een soort stilte geregeerd worden door angst? Omdat ze het zo afgedekt hebben. En omdat de rest van de slaapkopjes dat ook doet, het valt niet op, want iedereen is zo. Het lijkt normaal, ja, dat is het ook. Totdat je gaat kijken en dan heb je zoiets van, oh man, die klauwen van angst die zitten overal. Het is niet gewoon één dingetje. Ik ben basically overal bang van. Ja. Ja. En ik ben de godsganse dag bezig om dat een beetje eronder te houden. En Emma hopen dat het niemand opvalt. Want ik val door de mand, hoor ik dan vaak, weet je wel, die angst. Ja. Ja. Bang om betrapt te worden door andere slaapkoppen. Die ook bang zijn. Alleen andere verhullingen gebruiken. Ja, voor mij is het dan doordat ik nu... Doordat het een beetje zichtbaar begint te worden. Ook dat ik aanvang en dan ben ik de rotte appel van de organisatie of zoiets. Ja. Weet je wel? Dus ik denk dat ze dat gaan zeggen. En denken en dan word ik uitgestoten. Misschien. Of je krijgt promotie. Ja. Dat denk ik niet. Nee, maar dat, ik bedoel, daar komt die angst van afwijzing weer. Of die uiteindelijk niksigheid. Misschien kunnen we op een gegeven moment een modus vinden waarin we zoiets hebben van, kijk, als de hele wereld mij wil afwijzen om mijn zo zijn, dan moeten ze dat maar doen. En dan hebben zij een beetje pech, want in mijn zo zijn zou het kunnen zijn dat er een paar brokjes goud zitten waar ze gebruik van zouden kunnen maken. Maar als ze me liever afwijzen, top. Be my guest. Ja. Want wat heb ik aan de erkenning van de hele wereld als ik alleen erkend word om een masker? Mm-hmm. They don't see me. Weet je wel, dan zien ze het masker en dan zeggen ze, oh ja, een aardige jongen of whatever. Plak dan maar iets op. Maar dat ben ik helemaal niet. Dus een beetje eigenwijzer zijn dan je ego. Ja, waar ook nog bij komt op het moment dat ik gewoon comfortabel ben met mezelf. Dan interesseert me geen reet wat ze van me vinden. Ja, natuurlijk niet. He, dus dan vindt de hele wereld het maar zo. Maar ik ben comfortabel met hoe dit functioneert. Ja, exact. Dus dat is ook, maar dat andere is er vaak maar nog. It's still, it's there. It's going on, ja. Ja. En we gaan ons dus nooit, om die term erin te houden even, comfortabel met onszelf voelen. Als we ons de hele tijd uitleveren aan derden. En het daarvan af laten hangen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Thanks. Wat denk jij ervan, meneer de dokter? Nou ja, een hele struggle, ja. Ik ga ook niet tegen iedereen zeggen wat ik ervan vind, geloof ik. Dat kan ik me beter stoppen met mijn Dat is een aanname. Ja, een beetje, dat heb ik voor een boek gezegd, geloof ik. Ja. Verder is het een leuk, hè? Het ik heeft ook altijd een neiging om een beetje te overdrijven. Dus dan doet hij alsof hij bereid zou zijn vanaf nu gelijk altijd alles tegen iedereen te gaan zeggen. Dat is een beetje hoogmoedig. Het zou kunnen zijn dat als je wat vandoor drinkt, dat je eens gaat beginnen met af en toe eens iets te zeggen. En te kijken wat er gebeurt. En dat wijkt vaak af met wat we fantaseren. Ja. Op allerlei manieren. Dat kan ik niet voorspellen, want ik ben geen waarzegger. Maar jij ook niet. Wat ik wel weet, is dat iedere stap die ik zet in de richting van de eerlijkheid, geeft een innerlijk gevoel van winst, van kracht, van ruimte, van echt. En het zou kunnen zijn dat als ik het een paar keer probeer, dat er een gevoel gaat groeien van ja,
Dat vind ik leuk. En het kan zijn dat het af en toe wat rotzooi geeft. Ja, maar laten we wel zijn, de rotzooi was er al. Alleen misschien in nette stapeltjes neergelegd. En het gaat in burgerlijke zin, valt het niet zo op. Maar there's a lot of shit all around. Inside and out. Maar wederom, wat ik net zei, de context is belangrijk. Wat wil ik? Is de context echt en eerlijk? Of zelfs misschien vrij? Of is de context zonder al te veel risico doormodderen totdat ik dood neerval? Dat kan. Als dat echt je hartewens is. Top. Maar ik geloof het niet. Ja, ik zit vaak gewoon met mensen die mij gewoon een soort als een doorgeefluik gebruiken. Van ik kom even dit en dit halen. En dan weet ik het natuurlijk eigenlijk ook niet echt. Dat is een beetje mijn het probleem. Ik weet het eigenlijk ook niet echt. En dan ja, man, mij ik wou dat ik huisarts was geworden. dan komen ze aan zo met een of ander zaakverhaal en dan ja, wat denk je zelf dat er aan de hand is? Ik weet dat toch niet, maar what's going on in your life? Niemand komt dat vertellen. En nee, maar je kunt het wel gaan vragen, gewoon letterlijk van nou, oké, je zegt dit en dat, daar hebben we die en die pil voor, maar wat denk je dat er nou eigenlijk aan de hand is? Waar gaat leven eigenlijk over? Wat ben je aan het doen? Ik wou zeggen dat een 10 minuten. Ja, en dan stuur je ze gewoon met een paar vragen naar huis. En ga maar aan de gang. En als het je niet bevalt, fuck off, zoek een andere dokter. En inderdaad zou het kunnen zijn dat het dan betekent dat ik niet geschikt ben als huisarts. Dat zou heel goed kunnen. Ik was niet geschikt als spiritueel therapeut. Want ik kan niet pappen en nat houden. En mensen het bos insturen met nutteloze oefeningen. Ik begon dit te vertellen. En dat betekende dus meteen dat ik mijn baantje als spirituele leraar op het centrum kwijt was. Dat was het logische gevolg. I get that. Dat is ook volstrekt in orde. Ik ben waardeloos als therapeut. Ook als banketbakker. Ik hou niet van koken. Ik vind niks aan. Ga je wel lekker eten? Ja hoor, maar minder lekker eten vind ik ook best. Ik vind het niet zo interessant eigenlijk. Dus wil ik een verandering in mijn leven? Wil ik een beweging naar echt vrij en waar? Of wil ik proberen zo lang mogelijk de kool in de gaai te sparen? Dat is gewoon de vraag. Daar kunnen we mee aan de gang. En dat is een heel simpel instapniveau, toch? Ja. Weinig Sanskriet woorden en zo. Ik doe dat wel, dan weet ik tenminste dat ik mijn baan behoud. Zo is het eigenlijk, ja. Denk ik. Het geluk spat er ook af. Ja. Eigenlijk ben je best een leuke kerel, maar wat je ervan gemaakt hebt, er is niet veel meer van over, weet je wel? Nog even en dan. Dan kom je gewoon je bed niet meer uit. Zo van, laat maar zitten. Ik heb hier gewoon zo geen zin in. En dat is wat ik bij een hoop mensen hoor. Ik hoor het letterlijk. Het hele systeem roept gewoon, ik heb hier zo geen zin in. Maar ja, ik vind het heel erg. Ik kan er gelukkig om lachen. Maar het is eigenlijk vreselijk. What you gonna do, brother? Nou,
heb ik een keer flink de fik erin gezet. Maar ja. Ik heb het gevoel, of ik merk dat die neiging ook een beetje blijft om dat te blijven doen. Ja, dat moet ook, want je bent nog niet klaar. Nee. Maar er blijft niet zo heel veel over wat werkelijk waardevol is. Ja, ik zou je wel kunnen verklappen dat er niets over blijft. En dat is niet zo dramatisch als het klinkt. Nee, het voelt ook wel lekker. Ja. Want als je eenmaal de fik erin hebt gezet, dat is echt wel heel erg... Het wordt wel schoon, hoor. Nogal. Ja. Absoluut. Dus het ruimt dingen aan de kant. Er komt dus in die zin niks voor terug. Behalve ruimte, helderheid. Maar voor de, als je niet even oplet, heb je het zo weer opgebouwd. Ja, exact. Dat is de nulversie. Yes, yes. Dus daarom... Is het logisch dat het met enige regelmaat weer de kop opsteekt? Dus dan. En het leuke is, dat zul je wellicht herkennen, als dat al een paar keer gebeurd is, ben je ook minder bang voor de volgende. Nee, dat is die angst verdwijnt langzaam. Yes. Maar het is iedere keer weer na een tijdje, krijgt het systeem de neiging om een beetje in te kakken. Ja, maar en dan ik heb de juiste neiging om dan naar die doos op hoogkaterijnen te gaan en te denken, fuck it, ik ga er gewoon zitten. Kijken wat er dan gebeurt. Bijvoorbeeld. Ja. Yes. En ik weet zeker dat het dan prima is. Dat denk ik ook. Het is alleen maar niet prima vanuit een gebruikelijke mindset. En je doet er trouwens ook heel veel mensen een enorm plezier mee, hè, die flikkering. Ook de andere mensen met wie je die lijntjes haalt, die krijgen ook ruimte daardoor. Absoluut. De vraag is of iedereen dat wil, maar basically is het alleen maar gunstig. En alles wat er uit mijn systeem weggebrand wordt, daar kan ik niet meer jou of wie dan ook mee manipuleren. Want het is er gewoon niet meer. En dus kan de ander ook steeds meer gewoon zijn wat hij is. Dat is cool. Vooral voor kinderen is dat heel lekker. Dat lijkt mij ook, ja. Ik wou dat ik slimmer was eerder. Yes. Ja, erop af nu het nog kan. Goed zo. En beter aanpakken voordat je dood bent. Het scheelt al niet veel. Een klein vlammetje is genoeg, hè? You can burn the house down completely. Ja, gezellig. Ja. Wat een keer een actrice heeft gezegd, hè? Ik wil op mijn 80ste, op mijn sterfbed, niet willen zeggen, iedereen vond mijn leven leuk, behalve ikzelf. Ja, prachtig, that's it. Ik ervaar het nu als grappig of, ja. Zo, of zo, maar het is heel vaak zo. Mm-hmm. Ja. Yes. De meeste mensen inderdaad, die leven voor de bühne. Het is raar. Hou van mij, hou van mij. Maar hou ik van mij? Of ben ik corrupt? Andere actrice, dat is leuk.
komt in me op, Judy Dench geloof ik, die zei dat. Die zei van, jezelf moet je nooit serieus nemen, maar je werk wel. Je speelt die rol gewoon zo goed mogelijk, maar maak er voor jezelf niks van. Just work. Dat vind ik ook mooi. En dat zei ze dan ook met zo'n enorme stralende, geweldig wijf is dat. Ja. Nou, ik wens jullie dus een hele hoop disruptie toe. Verontrusting. Binnen- en buitenbrandjes. En zeker geen innerlijke stilte of vrede. Laat staan gelukzaligheid. Een beetje oorlog. Een beetje pijn. En helderheid, heel veel helderheid. Dankjewel. God bless you. Fuck off. Dank u, dank u. En ik, dankjewel, Jan.